Hallo allemaal. Hallo. We staan hier bij de kiesraad in Den Haag. We gaan vandaag onze officiële kandidaatstelling aanbieden. Het officieel moment. Daarmee staan we officieel op de lijst voor de Europese verkiezingen 2019. In de aanloop hiervan hebben we de afgelopen tijd allemaal documenten verzameld. Dus de kandidaten moesten modellen ondertekenen. En ook vanuit heel Nederland hebben we ondersteuningsverklaringen binnengekregen. De hele bak papier die we vandaag gaan inleveren. Vorige keer zijn we al langs geweest om de voorinlevering te doen, om alle documenten te checken. Hierna stond nog een handtekening verkeerd, die moest nog gecorrigeerd worden. Maar als het goed is, klopt nu alles. Dus nu zou het allemaal goed moeten gaan. Bijna zover, jongens. Is alles compleet, Lieke? Ja, tuurlijk is alles compleet. We hebben daar hard voor gewerkt, dus het moet helemaal goed komen. Nou, we zijn net uit de vergadering gekomen. Helemaal goed gegaan, toch, Jason? Ja, het ging een stuk sneller dan verwacht. We hebben de bevestiging. Dus alles is goed gegaan en we staan officieel op de lijst. Een fantastische ambtenaar die ons ondersteunt op het internationale niveau om ook Italië en Frankrijk in de toekomst erbij te sleuren. Precies. Ik vind in ieder geval als kiesraad dat, we hebben international standards met dat verkiezingen. Mm. En een daarvan is level playing field en zo en toegang tot het verkiezingsproces. Mooi, en absoluut. Dat moet er gewoon zijn.